Ik sta hier met Dion en Bram. Twee voetballers die helaas Zwolle gaan verlaten om uiteenlopende redenen. Dion, jouw tijd bij Zwolle samenvatten, resumerend. Wat zijn je gevoelens, gedachten? Geweldige tijd gaat bij Zwolle. Nooit gedacht gaat om dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt. Want ik heb aan Andreas Zwolle prachtige herinneringen overgehouden. Vrienden aan overgehouden. Prachtige ervaringen, veel geleerd. Ja, kijken naar het dubbele gevoel. Dan alleen het afgelopen jaar dan heel weinig gespeeld. Maar toch nog ingezet voor tweede helft. Dan nog toch bij een paar prijzen kunnen pakken. Binnen een goal gemaakt in de kampioenschap bij Zwolle 2. Ja, na drie maanden, vier maanden blessure leed gewoon toch nog de winnende goal kunnen maken bij Zwolle 2. Ja, wat ik zeg, het is zo'n fantastische club, dus dan zet je je gewoon ook daar 110% voor in en dan wordt het mooi afsluiten. Ja, het is ook zo van, we willen met z'n allen zeg maar, Achterhoeks voetbal op een hoger plan brengen. We zijn goed op weg. De ervaring die je bij Zwolle hebt opgedaan, kun je perfect misschien gebruiken als misschien wel de belangrijkste man bij Feyenoord volgend jaar. Ja, ik hoop dat ik wat je zegt, dat ik alles wat ik bij Zwolle heb geleerd, dat ik gewoon sterker terugkom als wat ik toen van Field naar Zwolle ging. En ik hoop dat dan volgend jaar in de spits bij Field te kunnen gebruiken inderdaad. En als team moeten we dan een mooi seizoen van maken. Ik wens je namens heel Zwolle denk ik heel veel succes, Dion. Zet hem op. Dankjewel, Guus. Dankjewel. Ik geef het aan de concurrent. Die gaat naar Doetinchem. Ik hoor Bram. Jouw gedachten over al die jaren die je bij Zwolle voetbalt. Hoeveel jaar heb je bij Zwolle gevoetbald? Dit was het derde jaar. Ja. Wat overheerst? Het teamgevoel. Ja, gewoon een geweldige groep, een mooie sfeer, alles er rondomheen klopt. Wat Dion zegt, gewoon een warme club en je houdt er gewoon vrienden aan over. Ja. Je woont nu in Zwolle nog steeds en je gaat volgend jaar bij Doetinchem voetballen. Dan kom je oude bekenden tegen, of niet? Ja, dat is mijn oude clubje. Daar heb ik ruim 20 jaar gevoetbald. Ik heb ook altijd gezegd toen ik wegging dat ik nog een keertje terug zou komen. En ik vind dat je beloftes waar moet maken, dus vandaar de stap terug. Voor jou geldt zelfs als wat ik tegen Jon zei. Ik wens je heel veel succes met Doetinchem volgend jaar. Ik ga elke maandagmorgen de Gelderlander erbij halen om te kijken wat jullie gepresteerd hebben. En mocht jullie af en toe heel goed gepresteerd hebben, dan ga ik jullie een sms'je sturen. Afgesproken? Afgesproken. Afgesproken, Guus. Laatste woord nog tegen Sportclub Zwolle TV. Ja, wij wensen denk ik Dion en ik namens allebei wel Zwolle ook volgend jaar het beste toe. Ja. Ik denk dat ze gewoon weer bovenin mee moeten en kunnen doen. En ik denk als we een keertje vrij hebben dat we samen wel even komen kijken en een biertje drinken. Ja, wat Bram zegt, ik wil ook heel Zwolle bedanken. Ja, supporters, vrijwilligers, mensen van de club. Ik bedoel, het is echt het meest fantastische club uit de Achterhoek. En wat Bram zegt, wensen we Zwolle een warm hart toe. We komen kijken wat nodig is. Ja, en wie weet kruisen onze paden ooit nog een keer in de toekomst. Ja. En ik wens jullie namens Zwolle heel erg veel geluk en voetbalgeluk bij jullie volgende club. En mogen jullie volgend jaar gewoon top presteren bij jullie vereniging waar jullie voor gekozen hebben. Dankjewel voor alle jaren bij Zwolle, jongens.